Ja, wij verkochten ons ziel aan de Wij gingen ineens vanuit de high culture gingen wij naar de low culture. Breder gaan. Wij willen niet breder gaan. Voed uw publiek op, in godsnaam. <laughs> hè. Uh -huh. Mike en Guido waren daarbij. Christian van Tillo was daarbij. No fucking way. Uh, maar zo, mannen, niet verschieten. Maar we gaan deze namiddag tekenen. <laughs> VRT. En als die blijft zeveren en vindt dat ik een tyran ben, zo van, dan mogen ze gaan voor mijn part, want dan doet oh. u werk niet. Producenten die zullen hoogstens ze zeggen, hey, ik heb iets gezien in Amerika op de tv, Wil jij dat maken voor mij, beste creatief? En die creatief is zoiets van, dat bestaat al, mag ik iets anders maken alsjeblieft? Het, het is iets raar, want je koppelt gewoon op een gegeven moment je leven aan iemand door ja. te trouwen, door kinderen te maken. Ja, en dan... Je moet geen vrede nemen met mensen die onder uw niveau werken. Ja, oké. Okay, maar... En ze zijn met velen, hè? <laughs> en ze zijn met fucking ook... velen. Zij... Stanny Krets, bulldozer van traditionele paden, begon als theateracteur in een gerespecteerd gezelschap, werd dikke vriendjes met Peter van den Begin, waarmee hij samen overliep naar het toen. Minder gerespecteerde televisie. Ze schreven, acteerden, regisseerden, gingen exclusief van VTM naar VRT en vierde hoogte op het moment dat televisie domineerde. Hoe blikt Stanny terug op zijn succesvol maar turbulent mediaparcours? Wat gebeurt er als je als getrouwde man verliefd wordt op een andere vrouw? En hoe verwerk je de tegenslag van een negatief onthaalde eerste langspeelfilm? Ik ben benieuwd. Razend benieuwd. Stanny, vriendelijk bedankt voor mij te willen ontvangen. Met plezier, voorlopig nog. Ja. <laughs> jij speelde bij de Blauwe, Blauwe Maandag Compagnie. Begin jaren 90. En kon jij toen als theateracteur direct bij bijvoorbeeld de BRT gaan acteren? Of... Nu is er heel veel doorstroming van theater naar TV, et cetera. Maar toen, die tijd, dat, dat was echt een, een club die alle reeksen deed. Maar zoveel reeksen werden er niet gemaakt, want de VTM bestond niet, et cetera, et cetera. Dus dat was een monopolie ook, dat die hadden Dat was een beetje een monopolie, ja. En dat was heel moeilijk om op tv te geraken als acteur, als theateracteur. Ik weet nog dat ik met, met vrienden zat van, ja, kijk, als wij ooit al een bijrol gaan spelen in een Vlaamse film, dan mogen we dankbaar zijn. Dat was toch? Yes. Ja, ja, ja. ja. Want, men zou net kunnen zeggen dat theater hoger staat... Als televisie op vlak van culturele waarde. Ja, of dat nu zo is of niet, daar spreek ik mij totaal niet over uit. Nee, 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 nee. Uh, dat hangt af van het stuk waar je naar gaat kijken. Maar ik vind aan. dat dan frappant. Maar toen was dat uh... wel zo. Theater stond heel hoog aangeschreven en tv was maar dat. Uh -huh. En dan hoe is dat aan. dan veranderd? Door de komst van VTM. Ineens was, ja, wel, was het korte klein. Hè. Iedereen ging ook in familie begonnen in, en in witte kerken begonnen. En iedereen die geen werk had in het theater, vluchten naar die TV. En er werd nogal al smalend over gedaan binnen de theaterwereld. Oké, okay, ze hebben ook werk nu, de mannen die... Eh, nou, dat was echt, uh... Maar dan moet dat moeten toch zalige tijden zijn? Of niet? Veel acteurs keken echt neer op de VTM op dat moment. Hè. Dat was echt mm -hmm. zo not done uh, dat je voor de VTM ging werken. Als en dat was omdat het commercieel was? Ja, ja puur omdat het commercieel was, Puurlijk, omdat okay. er reclame werd. Omdat, bedoel, dat stond in zijn kinderschoenen en die kwaliteit was no nog niet echt... Um, ja om aan die muur te hangen dus iedereen ah. zegt... Mm, 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 afwachten de, ah. de VRT is toch beter dus jullie gaan van het theater naar VTM en jullie worden een beetje raar bekeken daardoor ja absoluut hè? hoe neig ja wij verkochten ons heel aan de duivel. Hè? wij gingen ineens vanuit de high culture gingen wij naar de low culture en dat, dat, dat deden niet. we niet ging niet om het geld want veel mensen zeiden van ze gaan voor het geld maar je merkt dat op een gegeven moment weg hebben en je mm -hmm. merkt toch een soort respect ontstaan van, zo van... Godverdomme, de mannen hebben het toch maar voor elkaar gekregen. Moeten we niet in hun spoor gaan? Ah ja, ja oké. Okay. Dus jullie waren een beetje de grondleggers voor dat manoeuvre? Ik denk het wel, absoluut. Dat, echt waar. Ik meen dat. Wij, zijn, wij hebben echt een poort geopend naar, de, naar acteurs die zelf ook dingen gingen schrijven en zo. Ik denk dat wij de enige, de eerste waren die zelf scenario's schreven voor de sitcoms waar we gingen spelen of voor de dramareeksen. En hoe moet ik dat dan zien tussen jou en Peter? Praten jullie daar ook zo openlijk over? Van, godverdomme, die zitten allemaal op ons kap en gaat wel lukken en hebben we ons ziel niet echt verkocht? Of... We cried all the way to the bank, zou ik ze zeggen. Serieus? Ja, nee, wij komt. Nee. Dat was in het begin, iedereen had er zijn mening over. Je doet dat niet. In een plopfilm gaan spelen, wat wij ook gedaan hebben. Echt als eerste gewoon stonden wij met twee in een plopfilm. Ah. Spelen, en dat was... Echt plezant. En wij maakten daar ook een, 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 een zaak van, om dat in interviews te zeggen. Van, nog Zelden ons zo goed geamuseerd als toen, die drie dagen in die plotfilm. En dat, ik meende dat ook. Hm. Maar iedereen had zoiets van, wow. Zo de culturele meen, van Dit kan niet. Zo van, dit kan niet. Ze hebben zeven jaar bij de Blauwe Maandag gespeeld. En nu beweren ze dat een plopfilm plezanter is. Ze hebben ook nog eens beweerd dat Jan Verheyen een beter regisseur is dan Luc Perseval. Zo van... Maar wij deden dat graag om gewoon bruggen te slopen. Of, of ja, dat je denkt van... On, nee, bruggen slopen niet... Bruggen te bouwen. <laughs> om, om vooroordelen te slopen die er waren. Dat is iets van... Come on, mannen. dat mannen. Wij zijn allemaal mensen die, die eigenlijk hetzelfde doen. Namelijk mensen amuseren of weet ik veel wat. Dingen openbreken. Dat, dat zijn wij. Dat zijn artiesten, dat zijn makers, dat zijn... Bababa. Dat zijn wij. Dus je moet niet... In hokjes zitten en, en in hun eigen bunker zitten te schieten op, op de anderen. Want eigenlijk moeten we aan hetzelfde zeel trekken. Want vroeg of laat moeten we aan hetzelfde zeel trekken en is de vijand de overheid die de subsidies dichtdraait? Uh -huh. Zo, daar, daar. Maar wij moeten zelf niet, niet. Supercoole filosofie. En wat bedoel je met het opentrekken? Artiesten die dingen opentrekken? Ah wel, dat je, dat? Je, dat je denkt van die hokjes opentrekken. Ik bedoel, vroeger werd er neergekeken op mensen die in soap speelden, of er werd opgekeken. Naar mensen die, in, die bij Jan Faber speelden of mm. neergekeken, wat even waarder, <laughs> er werd neergekeken op slagerzangers en opgekeken naar deus. Allee, do, ik vind dat zo'n bullshit allemaal. Yeah? Want als je die mensen allemaal leert kennen, niet iedereen kan deus zijn. Maar ook niet iedereen kan Christophe zijn. Dus zo, wat is het probleem? Als jij morgen met Christophe praat, zal hij een evenzinnige of onzinnige dingen vertellen als Jan Faber. Maar even. <laughs> Ik vind dat wel een coele Maar dat is, ja, Natuurlijk ja, ja, ja. is dat zo. Uh -huh. <laughs> dat is zo. Als Christophe een liedje schrijft waar drie keren ik hou van jou, ja, ik blijf je trouw, om het nu met een cliché uit te drukken, in verder komt, maar die zingt dat op een braderij en er zijn vijf mensen die stonden te blijten omdat dat liedje nu aanspreekt, dan denk ik van: Missie accomplished. Okay. Als Jan Fabre 24 uur lang Maand Olympus speelt in een burla en er zijn drie mensen die blijten, top gedaan, Jan Fabre. What's, ja. what's the fucking difference? Oké, okay, nee, mooi, absoluut. Nu, als acteur en actrice kan je... Um, speel je eigenlijk een bepaald gevoel ook? Je faked... Uh, ja? Zeg ik dat juist? Ja, ja. Je faked een bepaalde persoonlijkheid of een bepaald gevoel of een bepaalde emotie. Speel... Een acteur of een actrice ook in de liefde? Zo ja, geloven jullie in oprechte liefde? Of is dat een spel? Of hoe moet ik dat zien? Ja, nee, dat zou nog heel spijtig zijn. Dat je jaren met iemand samen zit uh -huh. en, en toch beweert dat je die heel graag ziet, en dat je denkt van. Dat heb ik weer hoog gespeeld. Dat is dan moeilijker. Ah, nee, maar... Je kunt niet, oké, okay, je kunt voorstellingen doen van 24 uur. Maar je kunt geen voorstelling maken van heel je leven. Tenzij dat je een psychische stoornis hebt natuurlijk. Wat <laughs> jij niet de, de, nee. Voor zover ik weet niet nee. okay. dus Ik denk dat ik nogal oprecht ben in mijn gevoelens tegenover mensen. Maar als ik dan daar even mag op inzoomen, Want ik vind het super interessant om dat eens te bekijken van iemand die speelt door die zijn ogen. Liefde voor jou, wat was dat bijvoorbeeld als je jouw vrouw ontmoette? Ik bedoel, toen ik aan ontmoette, ik was getrouwd en ik had drie kinderen. Nee? Oh, fuck. <laughs> <laughs> Mijn excuses. Uh, ja, nee, ja. ja. Oké, okay, en wanneer was dat dan? Uh, dikke vijf jaar geleden. Oh, oké. Okay. Jij bent dan getrouwd en je huwelijk was al voorbij of niet? Nee. Oké, okay, dus dat is zo'n beetje gegroeid dan. Ja nee ja wij, wij kwamen elkaar tegen Anne had mij gevraagd om uh, een solovoorstelling van haar te regisseren maar ja. ik kende haar van haar nog ik wist wie ze was en dat heb ik dan gedaan en er was niks aan de hand alleen merkte van damn dat is de enige wat je merkt van damn je <laughs> gemerkt van damn damn damn, <laughs> damn zo. shit zo oh ja shit want je zegt. en dat. je, merkt dat je ja, en je merkt dat je elke dag dat je samen werkt of samen zit, dat je minstens twee minuten van die dag verliefd bent. Op haar. En je zegt, fuck, 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 En je merkt dat dat een gevoel is mm -hmm. dat je ooit nog maar één keer gehad hebt eigenlijk, in heel je leven. Dat je denkt van, godverdomme, ja, weet je nog? Toen, Stanny, toen dat je begint de twintig was, en je was ook zo zwaar verliefd op iemand, en je, dat is hetzelfde. En tussen toen, en je dat nooit meer gehad, en dat is zo overweldigend. En dan neemt zo de overhand uh -huh. dat je dat uh, niet meer kunt negeren. En dan hang je. Nou. Holy fuck man. En dan moet je dat zeggen. Ja, dan op een gegeven moment. Ja. Maar ja, je kunt er niks aan doen hè. Nee, ja, dat is zo. Dat is, is, there's no way back. En geprobeerd. Je, je denkt van oké, okay, ja. Um, je, hebt, je, hebt, je bent getrouwd en je hebt de kinderen en, ja, je denkt daar wel eens over nazen. <laughs> Die gaan niet over één nacht ijs. Amai. Maar ja, als je dat niet kunt uitschakelen en je zegt op een gegeven moment: oké, okay, we zien elkaar een maand niet, geen communicatie, aan, en, en dat gaat niet weg en dat blijft. En op een gegeven moment is de situatie gewoon niet meer houdbaar. Uh, en dan moet er iets gebeuren. En dan kiesde. Oh Dat is wel een zot verhaal. Ja, dat is een ding dat veel mensen overkomt, uiteindelijk. En, en veel mensen die niet durven kiezen of zo. En, en. Want dat is zo een, 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 een beslissing die je ook laat afhangen van durven kiezen of niet. Niet van, wat is het beste voor mij, wat is het beste voor X, Y, Z. Niet van, durven kiezen of niet zo Durf ik in, op dit punt in mijn leven nog een beslissing nemen die alles overhoop gooit? Zo, of durf ik het niet? Zo, en blijf ik bij het oude en zal nooit weten wat dat het andere was geweest? En dat, zijn, dat, is, dat is levensgevaarlijk natuurlijk, want je speelt ook met de levens van anderen. En je speelt met je eigen leven, je speelt met je toekomst, je speelt met je verleden, je speelt met alles. Je zit, echt, je zit echt in een soort raar casino... Ja, en dan is het maar hoe, hoe, ja, hoe, wat voor risico dat je durft nemen? Amai. En is het een jackpot gewonnen? Ja, wel, gelukkig. Want als ja. dat dan misloopt, dan heb je natuurlijk een dikke zever. Maar ja, ja. Awel, het ding is, wat je je afweegt, is zo van. Kijk, ik moet nog 40, 50 jaar verder in deze leven. Wil ik op deze manier 40 of 50 jaar verder? Uh -huh. of, of op een andere manier? dat je dan zegt, op een andere manier, wat die manier ook is, dan moet je de juiste keuze nemen. Dat vind ik heel zot. Want ik ben zelf heel onervaren in liefde. Ik heb een relatie gehad van een paar maanden, maar dat is dan op de klippen gelopen. En dat is eigenlijk mijn enige ervaring met liefde. <laughs> je kijkt niet zo van Jesus dat nee, is nee, een fucking nee. loser nee, nee, maar ja, het is iets raar, raar, Want je koppelt gewoon op een gegeven moment je leven aan iemand Door mm -hmm. te trouwen, door kinderen te maken Ja, en dan Ja, ja. Maar ik heb dat in het verleden nog gedaan Dat je denkt van ah, sta niet waarom Dat je bruggen verbrandt Maar echt van de ene dag op de andere Dat je denkt van toen in een tijd van de Blauwe Maandag compagnie dacht ik van nee, zo, Dit gaat niet meer opblazen, die handel. En, en dat is nog wel vaker gebeurd. Maakt het leven boeiend? Absoluut. Maakt het ook levensgevaarlijk, want je kunt in situaties terechtkomen waar je niet in terecht wilt komen en, en die je ook gewoon niet aan kunt, omdat je niet op voorbereid bent. Is er ooit zo in zo'n positie terechtgekomen? Ja, altijd. Hè. Ik bedoel, elke keer dat je, dat je een beslissing neemt in je leven waar anderen een mening over hebben en waar ze het niet mee eens zijn, dan kom je in zo'n situatie. Want heel je sociaal netwerk kan in elkaar staken. Als je je vrouw en je kinderen in de steek laat, uh -huh. hè, om het zo maar eens uit te drukken, dan zijn er altijd mensen die zich van je afkeren. En dat denk je denkt van, tja, dat had ik niet verwacht. Mag ik misschien mijn situatie uitleggen? Mm. Mag ik daarover praten? Mag ik misschien begrijpt het dan wel, want hè, op wat gelden af, toch mm -hmm. maar op oppervlakte. Dus komt altijd, je altijd altijd wel mensen in zo onderweg dat je denkt van tja, die wou ik eigenlijk niet verliezen. En ja, gewoon omdat ik dit doe, omdat ik dat doe, zo nou, tja. Dus, okay. maar, om, maar... maar ja, op een gegeven moment raakt daar wel op voorbereid, of zo ja. die pratsen. Wel, na Debbie en Nancy hebben wij voor VTM nog een programma gemaakt, Sketch a Maar de VTM vond dat te niche. Die ja. zoiets van, je moet breder gaan, je moet breder gaan. En ja, wij, breder gaan, wij willen niet breder gaan. Voed uw publiek op, in godsnaam. <laughs> uh -huh. um, tamelijk vlammende gesprekken waren dat mee, mee te met Mike en Guido en zo. Serieus ja, 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 dat al, was een hoe moet ik, gesprekken Daar, daar wil dan. ik wel even op inzoomen. Hoe moet ik die gesprekken dan zien? Wij werden op een gegeven moment uitgenodigd in een restaurant. Um, de Sir Anthony van Dijk. Niet het minste. Dat klinkt keizig. En okay. de, toe, de toenmalige programmadirecteurs, Jan Vrij en Bert Geene, waren daarbij. Mike en Guido waren daarbij. Um, Christian van Tillo was daarbij. No fucking way. Uh, ik, Peter... <laughs> uh, Gina Snijers, onze producenten, en uh, Willem Wallen die toen ook nog bij ons werkte. Uh, okay. Ik denk dat het zoiets moet geweest zijn. We zaten daar. En dat gesprek begon met van... Mannen... Um, we zijn, fan, hè? We zijn fan van Sketch Go ja. en twee minuten later hadden ze het programma met de grond gelijk gemaakt, en vonden ze dat, uh, dat ik samen moest, omdat ik alles schreef, omdat ik samen moest gaan werken met Guido de Prateren, uh, en andere moppen moest gaan maken, etc. En ik had zoiets van, no fucking way, zo. Ik, ik, ik blijf trouw aan de vlag. De grootste die mensen die zitten daar wel. De grootste mensen. Ja, ja oké, okay, maar ja. ja het, kon ons, het heeft ons nooit iets kunnen schelen. Okay. <laughs> en um, ja, dus de, de, er zat een spanning en die raakte niet, niet uitgepraat uh, over onze toekomst bij VTM, dat, dat was niet echt duidelijk. Mm -hmm. um, en dan zijn we eigenlijk stiekem met de VRT gaan praten en VRT wonen liever dan ons aan boord. Ja. En uh, wij zaten toen bij M. E. Van Ecke uh, op zijn bureau. En die zei van, oké okay, mannen, wij willen nu nu tekenen. En hij zei van, ja, maar de VTM. De VTM. Zo, we gaan de pers bellen, maar belt eerst VTM. En toen hebben wij van, op het de bureau denk ik, ja, van M. E. Van Ecke en Bettina Gijze, hebben wij de VTM gebeld. En zo, mannen, niet verschieten, maar we gaan deze namiddag tekenen de, <laughs> VR, VRT. voor de VRT. En de pers. de pers werd toen uh, gebeld van, mannen, komt naar de VRT. Zo van, groot nieuws, we zeggen niet wat. En heel die daar. Holy fuck, man. Ja. ja. Dat is wel goed gedaan. Maar en... we hadden wel... Dat moet ik er nog bij vertellen, misschien. Mm -hmm. We hadden wel al belgië daaraan gekoppeld. Okay. We hadden gezegd van, we komen, we maken een grote show voor jullie, maar uh, onder één voorwaarde, als we een fictiereeks mogen maken. Iets dat ik mij ook heel vaak afvraag, netwerking. Is dat belangrijk? Geen idee. Als je aan tafel met Christian van Tilo en Mike en Guido gewoon zegt maar, van. Dan, 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 maar, ja, maar, maar ja, soms, soms komt dat terug in je gezicht. Hè. Mensen die mij echt hoegenaamd niks kunnen schelen, uh -huh. die ga ik ook niet eerlijk aanvallen, want die dat een keer, zich gewoon niks tegen. Of zeg ik van: hé hey, professie, je had het goed gedaan. Uh -huh. Zo. Maar alleen mensen die mij nou aan het hart liggen, of dat ik denk van hier, we kunnen samen creatief en opbouwend verder. Die durf ik wel aan te vallen, omdat dat iets oplevert, vind ik. Cool. Maar als zij dan vinden, dat levert niks op. Je om, dan denk ik van, jong, dat niet. Ja. maar zo. Ja, ja. Nee, dat is zoals top, topsporters, zo mensen die boksen. Topboxers. Ja, ah, wel, ik vind dat wel. Je zit op een bepaald niveau dat je denkt van, nu moeten dingen kunnen incasseren. Hè. Ja. Nu ja. moeten we met z'n dingen kunnen incasseren. En mensen die dan kwaad worden en weglopen, bedoel, ja, dan vind ik echt triestig. Dus niet inhouden is net een manier om te zeggen, ik heb respect voor u. Ja, respect voor u. En zo, ja, laat ons samenwerken aan... aan Kwaliteit. En, en ja, ik vind dat wel. Als, er mensen, als ik een musical regisseer en er is iemand uh, drie dagen voordat we in première gaan niet klaar met zijn praatje, uh -huh. en als die op matten wordt geroepen en die heeft x aantal excuses... En ik zei, jij moet geen excuses hebben, want in dit vak zijn we al een week geleden klaar ja. met gebruiken. En als die blijft zeveren en vindt dat ik een, een, een tiran ben, zo van, dan mogen ze gaan voor mijn part, want dan doet ja. u werk niet. En dan toonde geen respect voor iedereen, voor de vijftig mensen die aan die productie werken. Dat gaat niet alleen over mij. Ik ben maar de regisseur, maar zo er 50 mensen mee. En jij laat het afweten en het, het lef om mijn flauwe excuses: nee, nee, je moet op je knieën gaan en zeggen: sorry, en straks is het in orde. Dat moet je doen. Ja. Nice. Dus ja. ik vind dat ik hard mag zijn, ja. zo tegen mensen die hun job gewoon niet doen. Ja. Maar je hebt dat ook wel afgedwongen. Als je er aan begint, dan kan ik mij voorstellen, ik bedoel, stel dat je heel jong bent en je begint aan je, heel je carrière of je parcours, hmm. dan moet het toch ook nederig zijn? Dan moeten toch komteliken, dat dan moeten toch oksels kussen, denk ik. Je hebt nooit gedaan. Nee? Nee. Nee, nee ik, heb, ik heb dat nooit gedaan. Oké, okay, dat vind ik interessant. Want ze zeggen altijd fake it till you make it. Ja, ja. Maar als je het kunt zonder, dat is het wel pleasanter natuurlijk. Nee, ik heb dat nooit gedaan. Nooit, 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 nooit Dat is nooit, toch zot dat je dat kunt zeggen? Ik ben. Ah wel, ik, wou bij de Bla ik, ik zat op studio uh -huh. en ik zag een voorstelling van de Blauw Maandag compagnie de Meo. Ik was daarvan overdonderd. Ik ben na een voorstelling van de Blauwe Maandag, niet de mail, want die was fantastisch, maar een andere voorstelling van hen, die ik echt niet goed vond, een monoloog van Luc Perceval, en ik vond het echt niet goed, ben ik naar hem gegaan. Uh, en fake it you make it, niet aan de orde. Ik ben naar hem gegaan en ik heb gezegd... Luc, ik vond deze een verschrikkelijke voorstelling. Oh shit. Maar ik zou wel graag met een burgerdienst bij jullie in het gezelschap doen. En Heel dat goed. werd geapprecieerd, omdat hij zo geïntrigeerd was waarschijnlijk door. Wie is die gast die mij komt zeggen dat hij een slechte voorstelling was? Reverse dus, psychology. Ja, nee, zo, gewoon een groot bakkes. En, en als dat aanslaat bij sommige mensen, die zoiets hebben van. Ik, kan, ik, ik vind dat wel fijn. Mensen met een groot bakkes, ik vind dat leuk. Want dan heb ik zoiets van. Ah, zo. Getrak, eh, bedoel, als jij mij op die, eh, uw mailtjes. Mm -hmm. dan denk ik van. Ja, 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 ja staan die want je deed juist hetzelfde vroeger. Je deed juist hetzelfde. En dat is niet succes maar dat is gewoon zo van... En godverdomme, wat zijn antwoord is man? Zo van, en, 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 ja, en dan weet ik van, ah, die wil dat graag. Die is echt bezig met iets. En toen zag ik dat ding en gestuurd dat op. En dan denk ik van, ja, ja, dat is zo gewoon deuren openstampen. Totdat iemand zegt, allee, kom dan binnen en drink een koffie. Wat is het te zeggen? Ja, nee. En zo heb ik dat vroeger ook gedaan en ik met Peter ook, en nu doe ik dat nog soms. Zodat je denkt: Ik heb er genoeg van gehad. So, van, ik moet het weer zelf doen. En dan stamp ik weer ergens een deur open in de hoop dat. Absoluut. Hey, cool, want ik dacht dat dat aan de tijdsgeest lag. Dat is interessant om te horen. Ik dacht dat het nu zo was: dat het nu allemaal dichtgeschroeid was omdat televisie zit in zakken en as, omdat het internet er is. En, en ik dacht zo: van, Dat is de reden waarom dat alles voorspelbaar is geworden, waarom dat talkshows ja. hetzelfde zijn En Alles zo snapte. Maar als ja, ik u ik, dan hoor, dan is dat misschien altijd. Ja, ik weet het opereen. niet, maar ik geloof heel erg in, in um, uw eigen werk creëren. Hè. Dat is, ik heb dat altijd gedaan. Ja. Op een of andere manier. En nu nog, ik doe dat nu nog. omdat ik denk van: als ik nu niks zou ondernemen, dan uh -huh. zou ik de volgende twee jaar geen werk hebben. Echt nul, hè? Okay. Dus, maar om te zeggen van: oké. Okay ik zal nog eens een mail sturen naar die hoe zit jij om Gaan we eens een koffie drinken en die hebben dan zoiets van Oh, jij wilt dat oh, oh tuurlijk zo denk ik van oké okay, ik niet zelf gebeld dat dan gebeurt er iets niet of zo uh -huh. je moet constant je eigen wereld in gang zetten cool maar en mag ik vragen wat de manieren zijn waarop dat jij dat doet dus een mail sturen naar iemand een creatief gesprek hebben neem ik dan aan wat, wat sparen over ideeën of, of ja of zin? mensen samenbrengen of, of ideeën voelen ik bedoel producenten die, die hebben niet vaak de beste ideeën. Uh -huh. Ze zullen het niet graag horen, maar die, die denken vaak heel commercieel, die denken in functie van: oh, format dat daar werkt, dat gaan we nu ook hier doen, zomaar. Die zijn nog niet gestorven van hun eerste originele idee. Daar hebben die andere mensen voor nodig, die hun dat wijs maken, die zeggen: hé, hey, ik wil dat maken. Hé, hé, wat, hé? En dan moeten ze dat echt op honderdduizend manieren uitleggen, totdat ze niet eens. Wow, ja. En dan hebben ze het zelf verzonnen meestal. Hè? Maar... <laughs> ja, dat is... Maar je hebt altijd creatieve mensen nodig om dingen open te breken. Mm -hmm. Producenten die zullen ook zeggen... Hey, ik heb iets gezien in Amerika op de tv. Wil jij dat maken voor mij, beste creatief? En die creatief is zoiets van... Dat bestaat al. Mag ik iets anders maken, alsjeblieft? Wat ik ook las, en dat ligt misschien gevoelig, maar um, dat is over je laatste film. Die was op dat moment nog niet uit. En jij zei... Ik hoop het, ik bid dat het lukt. Ik wil dit al zo lang. Ja. Um, het is niet gelukt. Ja, wel. Alleen, nee. toch niet qua nee. perceptie? Nee. Nee, dat is, en dat is iets wat ik nog altijd niet begrijp. Dat er geen volk naar de zaal is komen kijken, dat, uh, dat wijd ik enkel en alleen aan de foute uh, marketing in, in het verkeerd in de marktplaatsen, Omdat dat um, begin juli, <laughs> twee jaar geleden, begin juli, het was een hittegolf. Het was 40 graden. Nu, um, wat mij. Erger heeft getroffen was de, de, de pers. Ik heb zelden de pers zo hard geweten, op welk front dan ook, dan toon. En het leek wel alsof er een persoonlijke afrekening moest gebeuren. Mm -hmm. Dat is zeer eigenaardig. Ik heb die gelezen, die, die recensies, en eigenlijk waren dat stuk voor stuk recensies waar ik persoonlijk op had moeten reageren, omdat er heel erg de man werd gespeeld en niet de bal. Ja. Maar en los daarvan, wat doet dat met jou uh, ja, op een in real life manier? Verschrikkelijk. Ja. Ik, heb, ik, ben daar, ik heb daar een jaar van moeten recupereren, ik zweer het. En dan moet ik dat zien? Ik kon dat niet plaatsen. Ik probeerde dat uitgelegd te krijgen door de producent. Ik vroeg aan iedereen Wa, wat is er hier misgegaan? Waar? En niemand kon er een uitleg op geven. Als je snapt wat er gebeurd is, dan kun je alles plaatsen voor jezelf. Mm -hmm. Maar als je iets niet begrijpt. Dat is hetzelfde als, hè, als hè, mensen die, die, die hun kind vermist is. Zo van, en die niet weten waar dat kind is. Uh -huh. Op een gegeven moment er is een lijk gevonden. Pff, closure. Alleen, op een zekere manier. Lijk niet gevonden. No closure. Onbegrip. Waar is ze? Het zotte is dat ik je kan begrijpen en dat ik echt denk dat dat niet overdreven is. Want dat is een zware vergelijking van effectief je kind verliezen en het lijk niet terugvinden. Maar... Ja, ik... ja, nee, je, omdat je het niet snapt. Je, there, is, there is no closure. Niemand mm -hmm. zegt daarom Stanny, daarom is het gebeurd. Ja. ja. En die pers zegt van nul sterren, er <laughs> niks van, van. Hoe belachelijk maakt u zelf filmpers? Nul sterren. Dat is ja, ja. echt belachelijk. Dat is, ja. Ja, dat is, maar ja, dat is een dat is Ja, maar ook een, een, een dubbel pak kogels dat je in u krijgt, want je hebt enerzijds er komt weinig volk door de omstandigheden. Anderzijds, de, de pers rekent u volledig af? Ja. Alhoewel, ja. ah, moesten er honderdduizend moest de, de man zijn komen kijken, dan zou ik zeggen, voert. Je vindt er al van wat je wilt, maar er is toch vooral ja, komen ja, kijken. Ja. Maar dat gebeurde ook niet, dus dat is echt... Nou, wat je zegt, zo, serieus dat je nou, in gaseren krijgt. Ligde jij dan een paar dagen in je bed? Of ga je met Peter op café en pint drinken? Nee, of? ik lig niet in mijn bed, maar ik ben niet te genieten. Ik, ik, ik rookte mijn eigen tabletter. Ik, ja. Echt, ja, ik wist het niet altijd maar terugkomen op diezelfde weer. Altijd maar over waarom. waarom. Ja. Maar ik vind dat, ik vind dat cool om, om over tegenslag te praten, want dat is iets dat iedereen meemaakt. En hoe geraakt het daar dan uit, uit die modus? Ja, dat, dat slijt zoals alles. Hè. Ik begrijp het nog altijd niet, maar het slijt wel. En ik heb toen niet van ik maak nooit nog een film. Never, ever. Ja. Zo van, als ze niet willen dat ik er een maak, dan doe ik het niet voort. Maar dat is nu aan het veranderen. Zo ik hem zoiets van kom misschien moet ik toch uh, mijn eerste film eigenlijk eens maken. Ja, af, ja, man. Goed, Stanny. Ik denk dat we het uh, ongeveer allemaal gehad hebben. Wat brengt het leven nog voor u eigenlijk? Ik wou heel veel dingen doen en eigenlijk, raar genoeg, heb ik die allemaal gedaan. Wat een beetje. Dat is Raar is zo, of, of een beetje angstaanjagend nee, is ook zo. Wat ik angstaanjagend vind, is dat ik nu in uw huis zit, met u voor mij, dat vind ik waanzin. Want twee jaar geleden, als je me had gevraagd wat is uw droom, dan is het mijn droom om met mijn helden te gaan praten. Nee, met mijn okay. En dan ben ik nu fucking aan het doen. Ah wel, maar dat is toch ja, dat is fantastisch, hè? Maar je moet je, je, je droom gewoon kaart. Maar je waarschijnlijk nog, nog heel veel dromen, oké? Het stopt hier. Maar ik geloof u niet echt eigenlijk. Want ik denk dat jij eigenlijk, dat jij iemand die nog veel. Ambities in, in dromen heeft, maar ze niet durft uitspreken om ze niet, niet in gevaar te brengen. Absoluut. Oh my fucking. Maar ja, maar dat vind ik zo, kloten, Want ook je... aan je dromen uitspreken. Mensen pakken u erop. Ja, dat is waar. Ik heb al, al, altijd mijn dromen uitgesproken omdat je dan een soort verplichting hebt om ze na te komen. Om, om ze achter, achter. Anders, als je ze. Allee, dus theorie, als je ze niet mm -hmm. uitspreekt. Mm -hmm dan kan niemand er u ooit op pakken. En dan kunnen ze zelf nog ontkennen dat je ze ooit gehad hebt. Dat is ook waar. Als ze niet uitkomen, of als je ze niet okay. probeert waar te maken. Okay. Ik heb ooit tegen... Uh, toen ik afstudeerde op de, een studio, uh -huh. Tine van den Branden, ik weet niet of die naam u ja, zegt. Absoluut. Ja, absoluut. Tine van den Branden zat in mijn klas. En ik weet nog, toen <laughs> ik afstudeerde, dat ik zei, van, binnen tien jaar heb ik een Oscar. <laughs> <laughs> eh, ik zal het nooit oh, vergeten. Nee, dus eigenlijk... okay, ik heb hem niet. Uh -huh. eh? oké, okay, ik heb hem niet, maar... Ehm, um, ik weet niet, dat is zo altijd een, 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 een absurde wortel geweest voor mij. Nee. Zo van: oké, okay, dat was een, een soort een symbolische uitspraak mm. voor alles wat je wel wilt. Zo binnen het een jaar heb ik een Oscar. En, dus ja. Ik vind dat je zo'n goals moet stellen voor je eigen. Want dan is het van ja, oké, okay, het is niet een Oscar, maar het is wel dat is. De, de, ja, ja, ja. de Oscar staan niet op mijn lijstje om af te vinken. We willen vooral een goede Nee, Nee, nee ik zie dat ook bedoelen. Uh, Quentin Tarantino zegt: als je get out of loser wil, dus zorg ervoor dat je je omringt met mensen die beter zijn dan u. En je gaat altijd sneller lopen. Je gaat altijd ja, ja, ja. Nee, verder dat is, geraken dat is dan. Natuurlijk, ja. je, moet, je moet geen vrede nemen met mensen die onder je niveau werken. Ja, okay, maar... En ze zijn met velen. Ja. Ze maar, zijn er fucking hebben... veel, zij... hè. De mensen die onder hun niveau werken en ze proberen nu allemaal naar hun voilà. niveau te trekken. Hè? Maar zij, omdat dat ze ook de macht hebben. Dus ik vraag mij af, van, want jij zegt van, ik heb nooit konto moeten likken, ik heb altijd gedaan waar ik voor stond, et cetera, et cetera. Zalig, maar je komt dan toch wel in contact met mensen die zeggen van, daar rijden weer hè. Die een arrogante... Dat, dat... Tuurlijk, ja, absoluut. En wat moet je daar, hoe moet je daar dan mee omgaan? Ja ben dat er mensen zijn die dat vinden en denken. Nee, want ik, ik weet... Ik, bedoel, ik heb zo een imago mee te sleuren. Mm -hmm. En ik weet dat er mensen mij niet bellen voor bepaalde jobs, omdat ze vinden dat ik gewoon een arrogante klootzak ben. Serieus? Terwijl ze mij niet kennen. Hè? Mm -hmm. Dus dat is dan ook niet... Maar dat weet... oh, is de story of my life. Ik weet okay. dat gewoon. Ik weet dat gewoon. <laughs> nee, nee, dat is cool, Mensen maar... hebben een idee over u. want ik, ik hoor het vaak. Allee, vaak. Af en toe hoor ik het wel eens van mensen... Die, die zeggen van, oh, nu dat ik u eindelijk tegenkom en dingen zo... Van, moet ik echt mijn idee over u bijdragen en denk ik van, kater, oh gaan we weer. <laughs> Oké. Okay. Maar ik, ik, ik weet het, ik, ik, ik draag een, een stuurs uiterlijk met mij mee. Uh -huh. ik, ik, ik heb het hart op de tong. Ik, uh, ik heb rap de, de uitdrukking van het interesseert me geen hol, wat je te zeggen hebt. Ja, maar daarmee... Dan, maar, maar, maar je zit toch maar in media. De sector waar dat gatlikerij en, en oppervlakkige plastiek, die je wel even moet aaien en vriendelijk tegen zijn. Ja, ja maar de, ik denk dat de gatlikerij en zo dat dat heel vaak um, gebeurt door, door mensen die gewoon een gebrek hebben aan, aan authentiek talent hm. en die dat moeten compenseren met gevlei en, en weet ik wat allemaal. Dat, dat, dat vind ik een fijne gedachte, maar dan moet je toch ook wel er kunnen bij neerleggen dat heel veel mensen veel verder gaan geraken door zo te doen dan jij die achter je authenticiteit ja, staat. Niet, nee, nee? nee, dat weet ik niet. Dat denk ik niet eigenlijk. Want, allee, ja, ik weet niet wie die mensen dan per se zijn, maar de mensen die ik respecteer in het vak of zoiets, dat zijn geen conflicters en dingen, want die, die maken wel dingen die ertoe doen ofzo, of zo. Ja. Mm -hmm. Oké, okay, cool. Stanley, uh, wat ga jij vandaag nog doen? Wat ga ik vandaag nog doen? Ik rijd nu zelfs terug naar mijn... Buitenverblijf, zeg maar. Waar is dat? Dat ga ik niet zeggen, natuurlijk. Jawel, zeg, dat zeg, zeg. zeg, zeg. Is... Nee, of de record, zeg, wil ik wel zeggen waar dat is, maar nee. als, als morgen iedereen nee, nee, okay. hoort waar dat is, dan <laughs> vind ik dat niet plezant. Nee, ja, en, uh, uh, dat is iets met veel, veel uh, grond en schapen in Bornem? En nee. Nee? Ah, oké. Okay. Um, <laughs> nee, nee alright En jij gaat daar chillen, of wat? Ik ga daar chillen. Oké. Okay. Ben jij binnen? Nee, denk het niet. Eh... Uh, ja, ik weet niet. Nee, nee. Heel misschien. Nee, ik denk het niet. Nee. Heel misschien. Ik weet niet, ik zou het gewoon moeten tellen. <laughs> okay. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik nog even moet werken eigenlijk. Okay. Ik denk je toch? Ik weet het niet. Oké, okay. nee, absoluut veel uh, chill plezier, beet Voilà, merci. Jij bedankt, man. Ciao, ciao. Dat zijn mijn zeer Absoluut. Yes, dat was hem. Wilt u meerdere afleveringen zien van deze vlogcast? Dan nodig ik u van harte uit om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En dat is www.youtube.com/slash BERTDC. B -E -R -T -D -C. Iedere zondag komt daar een nieuwe aflevering met de eigenzinnige kijk van een eigenzinnige bekende Vlaming. Hopelijk heeft u er iets aan gehad. Zo ja, laat gerust iets weten in de comments. Deel de aflevering op social media. Graag tot een volgende keer en vergeet niet de Facebookpagina te liken voor extra materiaal. Dat is Facebook.com slash vind www.facebook.com slash vind -ik -leuk. Een fijne verderzetting van uw dag toegewenst en weet dat we het allemaal soms wel eens moeilijk hebben to